Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Dylan en vandaag ga ik het hebben over 10 redenen die gezegd zijn of kunnen worden om niet met mij of een andere transgender in relatie te gaan. Zoals ik al zei, zijn er dus 10 redenen en sommige hiervan zijn echt daadwerkelijk tegen mij gezegd en een aantal zijn ook gewoon erbij verzonnen. En ik ga nu ook maar gewoon gelijk beginnen. Ik wil geen relatie met je, want ik ben bang voor reacties van anderen. Je bent een jongen met een kut. Niemand wil je. Ik ben bang dat ik gezien ga worden als lesbienne. Ik heb nog nooit iets bij iemand gedaan die een vagina heeft. Ik weet niet of ik het wel kan, want het is toch best wel anders dan een relatie met een normale jongen. Mijn vader slash moeder heeft het er moeilijk mee, dus ik doe het maar niet. Maar hoe moet ik dat dan bij jou doen dan? Ik heb gemerkt dat ik maar niet aan het idee kan wennen, dus ik kap er maar mee. Ja, als je iets langer was had het wel gekund, maar ja, het staat best raar omdat je nu een stuk kleiner bent dan dat ik ben. We zullen het nooit normaal kunnen doen. Terwijl ik dat wel echt super belangrijk vind in een relatie, dus ja. Ik kan het niet. Ik doe het niet. Ik zoek iemand anders die wel echt een piemel heeft. En dit waren dan de 10 dingen die als excuus gebruikt kunnen worden om niet in een relatie te gaan met een transgender. Er zijn zoveel andere manieren waarbij je wel iets kunt doen als je het belangrijk in een relatie vindt. Want sommige heb ik dus, zoals ik op het begin zei, wel echt gehoord en ja, weet je, het doet best pijn om zoiets te horen en daarom gun ik het ook niemand. En ik hoop gewoon dat het nooit meer tegen mij of iemand anders die in hetzelfde schuitje zit gezegd wordt. Omdat het, ja, zoals ik net al zei, toch best wel heel veel pijn kan doen, weet je. Want we kiezen er zelf niet voor en we weten dat we het niet hebben. Oké, ik snap dat het belangrijk is, maar er zijn zoveel andere dingen die veel belangrijker zijn dan seks hebben in een relatie. En ja, er zijn gewoon oplossingen voor, maar ja. Dit is dan het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!